Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Wolkenvelden trekken vanuit het noordwesten over ons land. Vanochtend is af en toe de zon te zien, maar er vallen ook een paar buien die vanuit het noordwesten over het land gevoerd worden. De temperatuur ligt tussen de 13 en de 14 graden en de wind die trekt aan, komt vanuit het noordwesten. Langs kust staat een krachtige wind, windkracht 6. Vanmiddag wordt het met moeite 16 graden, er zijn wolken en verspreid over het land vallen nog steeds een paar buien bij matige noordwestelijke wind. Vanavond vallen er op meerdere plaatsen buien en daalt het kwik naar 13 tot 14 graden. Morgen overdag is het wisselend met in de ochtend een paar buien in het noordoosten van het land, in de middag en avond vooral in het zuiden van het land. En opnieuw wordt het maar 16 graden, maar de wind waait minder hard, windkracht 5. Dinsdag, woensdag en donderdag, dat zijn droge dagen. De wind neemt af en draait naar het oosten en het kwik gaat omhoog met meer zon. Wordt het 19 tot 20 graden op de donderdag. Ik ben Diane Boei van Weerplaza.nl.